Wat vind je het stomste spel dat je ooit gespeeld of gezien hebt? Terraria. Ben ik helemaal met je eens. Wat vind je van de naam Bosgamer NL? Zeg je? Wat vind je van de naam Bosgamer NL? Ik vind het wel een leuke naam. Ik ken jou dan wel volgens mij. Oh, dat kan best. Ik zit ook vaak bij livestreams aan het geven. Ja, ik ken die naam. Wat vind je van de naam Be The Movie? Zeg? Be The Movie. Wat vind je van die naam? Leuke naam. Ja, vind ik, het is een duidelijke naam. Wanneer vind je dat je kunt zeggen dat je een gamer bent? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Als je gewoon voor spelletjes speelt. Wat vinden je vrienden of familie van jouw kanaal? Het is, ze vinden het leuk, maar ze denken ook zo van... Dit is wel uniek, want niemand doet dat echt eigenlijk. Dus ja. Wat is een goede optie voor een 10 dons? Zeg je? Wat is een goede optie voor 10 dons? 10 dons om niet worden gehackt. Geen flauw idee. Wat vind je van de YouTube One layout? Ik vind het een leuk layout, ben ik eerlijk in. Eerst was ik erop tegen, maar nu vind ik het echt een prettig layout zelfs. In welke auto rijd je of wil je gaan rijden? Ja, dat weet ik niet. Wat vind je van de gathering? Ik vind het nu al gezellig, echt. Met welk programma rende jij? Sony Vegas. Ik heb ook nog een paar niet serieuze vragen eigenlijk. Wat vind je van kuppensoep? Lekker. Wat vind je van de nieuwe paus? Zeg je? Wat vind je van de nieuwe paus? Leuk. Ja, dat kan, ja. Hele lullige vraag, ik weet het, maar... wat vind je van de Volkswagen reclame van de hondje die de auto na doet? Als dat je die kent. Ken ik niet, sorry. Wat is je favoriete vakantieland? Turkije. Hoe lang kun je een bal hoog houden? Hoogstens één keer. En mag ik je een hand geven? Ja, tuurlijk. Ik heb Ben in hand. Ja, dat was leuk om te doen. Wat vind je het stomste spel dat je ooit hebt gezien of gespeeld? Het stomste spel? Dat is een goeie. Ik vond... ik speel niet graag stomme spellen, maar... Ik zou het echt niet weten. Er zijn geen stomme spellen. Ja. Dat is een moeilijke vraag. Ik zou het niet weten. Ja, heel veel stijlen was jouw leukste spel, dus ik vraag ja, was je het ja, dat was maar. Als ik er dan toch één moet noemen. Van Cat Mario. Vond ik echt zo'n stom spel. Ja. Je denkt, wat is dit nou? Ja, Cat Mario. Wat vind je van de naam Bosgamer NL? Wat vind je van de naam Bosgamer NL? Bosgaming NL. Speel je games in het bos dan of? Nee, als een baas zeg maar. Bos. Klinkt op zich best goed toch? Wat vind je van de naam Be The Movie? Van? Be The Movie, dat is mijn sketchkanaal. Van? Nee, dat is mijn sketchkanaal. Ja, omdat er movie in zit, is het toch wel goed, want je hebt sketches en movies. Dus... Wat vinden je vrienden en familie van jouw kanaal? Mijn vrienden vinden het wel vet. En mijn familie ook, die weten welke mannen vinden. Dus ze vinden het allemaal leuk. Wat is een goede optie voor 10 doos? Wat? Een 10 doos. 10 doos? Games. Is dat gedaan? Dat is al gedaan op de games. Oh, dat kan best een beetje. Wat weet je van de YouTube One layout? Van? YouTube One layout. Ik moet er nog aan wennen. Ik vind het wel goed dat alles overzichtelijk is. Maar ik vind het zo jammer dat er geen customization meer in zit. In welke auto rijd je of welke wil je gaan rijden? Wie? In welke auto rijd je of wil je gaan rijden? BMW? BMW of? Ja, dan, dat is jouw keuze. Ja. Wat vind je van de gathering? Hartstikke leuk. Hartstikke zelf. Ik heb ook nog een paar niet serieuze vragen zeg maar. Wat vind je van kuppensoep? Op zich best lekker. Wat vind je van een nieuwe paus?
Gezellig. Wat vind je van een Volkswagen reclame? Mag ik ook weer van die... Van die hond die je in de auto na doet? Oh ja, die ben ik stom. Wat is je favoriete vakantieland? Frankrijk. Hoe vaak kun je de bal hoog houden? Misschien maximum 10 keer of zo. Ik kan echt... Nou, 10 keer is toch nog best wel goed. Huh? 10 keer is nog heel erg goed. Ja, maar dan moet ik geluk hebben, hè? Ja. En mag ik je een hand geven? Wat, hè? Mag ik je een hand geven? Natuurlijk, ja, hè. YouTube Gathering.